Meneer en mevrouw Marchal, hartelijk welkom. Het andere nieuws van de dag was dat Michel Martin, de echtgenote van Marc Dutroux, morgen zou kunnen vrijkomen. Hoe was het voor jullie om dat te vernemen? Ja, het is ongelooflijk. Ja. Als je het nieuws verneemt, dan denk je even van, is dit werkelijkheid? Kan dit? En dat was het gevoel wat ik alleszins kreeg toen een journalist mij opbelde om dit nieuws te melden. Een journalist heeft het jullie moeten melden? Jullie hebben het van de pers. Voor mij was het, ik zat in de wagen en ik hoorde eigenlijk gewoon in het nieuws. Ja, ik hoorde het in het nieuws. Hoe kan dat dat jullie dat zo moeten vernemen? Ik denk eigenlijk ook niet dat het kan. Ik begrijp het alleszins niet, maar ik heb ondertussen wel een beetje navraag gedaan. En ik dacht dat het inderdaad niet kon. En blijkt dat wij een van de weinigen zijn die niet zijn ingelicht via de weg die het zou moeten lopen. En tot heden hebben we nog niet officieel gehoord hoe dat komt. Dat het zo is. En dan is dat een oeps, foutje. Zelfs dat hebben we niet gehoord. Zelfs dat heeft men ons niet laten horen dat er een foutje is gebeurd. Nu, ik ga er ook niet over malen, maar het is wel heel erg kwetsend, heel erg ook vernederend, dat je toch weer opnieuw, zoals 15 jaar geleden, dat je het moet horen via de media, wat er staat te gebeuren, terwijl we toch heel rechtstreeks hiermee te maken hebben. Mm. En waar wij ook heel expliciet en zelfs schriftelijk via een slachtofferfiche die ondertussen bestaat, hebben duidelijk gemaakt dat wij helemaal op de hoogte willen blijven van het gebeuren en de procedure en besluiten en ga zo maar door. En dat is hier dan toch duidelijk niet gebeurd. Mm-hmm. Kunt u eens uitleggen, mevrouw Marchal, waarom dat voor u zo ondraaglijk is dat ze morgen zou kunnen vrijkomen? Ja, ik denk gewoon, je weet dat dat ooit zal gebeuren. Maar als die dag dan komt, dan is dat een beetje onvoorstelbaar. Het is niet te geloven dat het 15 jaar geleden is. Van de andere kant vind ik dat iemand die 30 jaar straf gekregen heeft voor dergelijke ongelofelijke dingen die er gebeurd zijn, dat die straf dan ook 30 jaar moet duren. Hmm. Was u er tot vandaag van uitgegaan dat ze die straf ook volledig zou uitzitten? Eigenlijk niet, want persoons van rekening weten we allang dat door de wet Lejeune die vervroegde invrijheidstelling kan gebeuren. Maar dat was nu al 4 jaar... elk jaar dus dat Michel Martin die aanvraag deed. Ja. En we gingen er gewoon vanuit van, kijk, dat wordt gewoon jaar op jaar verschoven. Want wij vonden dat wij voldoende argumenten hadden om te zeggen van, kijk, nee, dit kan niet. Het is nog veel, veel, veel te vroeg om nu al, ja. En laat ons ook maar kijken dat uiteindelijk, de wet zit zo in elkaar dat je inderdaad om een zeker ogenblik vervroegde vrijlating kan aanvragen. Er bestaat in de wet ook nog verschil tussen diegene, eerst en vooral ook wat je hebt mispeuterd. In tweede instantie ook nog of je dit al vaker hebt gedaan of niet. Dat heet dan recidivisme. Just. En in deze is het zo dat Martin, ook Dutroux, maar ook Martin dus, in de jaren 80 voor gelijkaardige feiten, ontvoering, medeplichtigheid in ontvoering, misbruik, verkrachting van kinderen, ook zijn opgepakt. Ook Martin is opgepakt. Zij was toen de chauffeur in de witte bestelwagen. Zij hielp Dutroux binnen met de kinderen. Ja. Zij hielp hem verder aan zijn gerief. En dan wordt zij onder andere veroordeeld voor de correctionele rechtbank. Komt op dat ogenblik ook vervroegd vrij. Zoals nu ook, komt vervroegd vrij. Gaat hetzelfde opnieuw doen. Dan wat wij nu allemaal weten, uiteraard, komt dat in 96 wordt ze opgepakt. 2004 komt dat voor de Assize. Assize is een andere rechtbank dan correctioneel. Mm. Wat dus betekent dat dat niet aanvaard wordt als recidivisme. Want als je recidivist bent, dan kan je maar aanvraag doen voor vervroegde vrijlating na 2/3 van je straf te hebben gezeten. Ja. Dus binnen 5 jaar, ten vroegste. Ja, komt zij er nu wel mee. Anderzijds is het ook zo, als je maar de helft van je straf hebt gezeten. Ik denk toch dat dit een affaire is, zeer extreem in de wereld, wat hier is gebeurd. En dat wij als Belgenland misschien toch wel
een voorbeeld hebben te stellen van wat doen we daarmee met de strafmaat. Als we hiermee het signaal geven van voor zulke feiten gaan wij de mensen na een halve zittijd vrijlaten, dan geef je toch wel een ernstig signaal naar de buitenwereld. Ik weet niet of dat goed is. En geeft dat dan weer een knak in uw vertrouwen in justitie? Ja, natuurlijk. Dat spreekt voor zich eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat er in de loop van de jaren niet veel verandert. Dus er is heel veel veranderd en ten goede. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Dat er dingen veranderd zijn ten voordele van, ja, van nieuwe slachtoffers. Mm. Maar ja, ik denk wat de strafbepaling betreft, misschien moeten we daar toch nog absoluut een keer aan sleutelen. En zeggen van kijk, 30 jaar is effectief 30 jaar. En daar gaat gewoonweg niks van af. Ja, en toch kan het dat ze morgen vrijkomt. Het zal zo meneer zijn, Marshall, u heeft haar vorig jaar nog ontmoet. Het is iets langer geleden, maar ik heb haar inderdaad ontmoet, ja. In Mons. In Mons, ja. Hoe was dat? Dat was hartverscheurend. Je krijgt dan de gelegenheid via dat hele systeem om als slachtoffer toch een woordje te kunnen zeggen. Ja. En ik ga naar die zitting om inderdaad te vertellen waarom ik vind dat zij niet vervroegd kan vrijkomen. Dus dat er ook niet aan de orde is onder welke voorwaarden eventueel dat ze moet vrijgelaten worden. En dan zie je daar een vrouw zitten die geen enkele spijt betuigt. Waarvan we ondertussen ook weten dat ze psychopaten is. En dat merk je heel duidelijk. En die geen enkele moeite ook doet om te laten zien dat het haar geraakt heeft. Dat is een vrouw die helemaal met zichzelf bezig is en die ervoor zorgt dat ze een nieuwe look heeft om een nieuw leven te beginnen. Mm-hmm. En dat onze justitie gaat dat morgen ook toelaten. Bent u daar zeker van? Wat gaat er nu morgen nog? Ja. U kunt zelf niet naar cassatie gaan, dat moet het Openbaar Ministerie. Nu, het is ook zo, er is een verschil, tussen in beroep gaan of in cassatie. Ja. In deze kunnen we niet in beroep gaan. Alleen in cassatie, wat dus betekent dat je alleen maar procedurefouten kan melden. Ik kan me niet voorstellen dat in deze er ook nog procedurefouten zijn gemaakt. Dus dit is allemaal een maat voor niks. Wij kunnen niks, het Openbaar Ministerie kan dat wel. Maar dan moeten ze procedurefouten aankaarten. Dus u bent ervan overtuigd dat het morgen niet gaat gebeuren? Misschien gaat men een wanhoopspoging doen. Dat ze vrijkomt, bedoelt u? Of nee, dat het Openbaar Ministerie, want het is nog tot... Dan is het een wanhoopspoging. Men kan dat doen. Ik vrees maar het ik vrees, ik, ik vrees niet alleen, ik ben haast zeker dat men geen procedurefouten gaat vinden. Het zou toch wel een blaam, erger dan een blaam zijn, dat men ook nog procedurefouten heeft. En dan kan men niet in cassatie gaan. Dan gaat men geen gevolg krijgen in cassatie. Men kan altijd in cassatie gaan, maar dan gaat er geen gevolg aangegeven worden. Wat dan betekent dat ze gewoon vrij gaat. Dat is gewoon een uitstel van een tijdje. Ik weet niet hoeveel executie, dagen. Nee. Ja. Maar houdt u er dan mee, rekening mee dat het morgen effectief gebeurt? Ja. Ik wel, ja. Het is ook al een hele tijd eigenlijk bezig aan een... Het proberen om vrij te komen. En ook aan zichzelf een nieuw imago toe te eigenen. Ze zal een nieuw kapsel hebben, ze zal er anders uitzien. Dat heeft ze zelf enkele jaren al aangekondigd. Ja, en ze zou naar een klooster gevoerd worden, hè, waar ze dan ik heb de indruk dat dat tegenwoordig de oplossing is. Zet ze dan maar bij... Die voor iedereen telt, heb ik de indruk. Stuur ze maar naar een klooster. Ja. En dan gaat het wel opgelost worden. Met Van Geluwen hebben ze dat ook gedaan, hè? Die hebben ze ook naar een klooster gestuurd. Ja. En het was denk ik ongeveer, en nu ben ik me even toch aan het boos maken, maar in toch wel gelijksoortige omstandigheden dat men dat gedaan heeft. Ik vind nu een klooster toch wel niet het toevluchtsoord voor zulke, ik kan het geen mensen meer noemen. Ja. Vindt u, mevrouw Marshall, dat wat Michel Martin gedaan heeft, dat bijna even erg is als wat Dutroux zelf gedaan heeft? Ja, ik vind van wel. Ik vind een moeder, dat is, die verdedigt als een leeuwin, verdedigt die haar jongen. En als ik voor mezelf zou spreken, ik zou zelfs de jongen van iemand anders verdedigen. Dus die absurde dingen die zij vertelt van ik voelde mij door hem bedreigd. En ja, zelfs dan nog vind ik dat een moeder die zou zich gewoon haar leven geven voor haar kinderen. En voor iemand anders zijn kinderen. Ik zou dat alleszins gedaan hebben. En daaraan zie ik dus dat zij absoluut geen moeder is. Ja.
Ze heeft, tenslotte, ze heeft ook voor Anna Neefje heeft zij het eten gekookt. Die ging zij brengen naar Dutroux, zodat Dutroux aan zijn twee slachtoffers, in een andere vorm slachtoffers, het eten kon bedienen. Dus ze was perfect op de hoogte. Dutroux is niet altijd in dat huis geweest. Dus ze was perfect in de mogelijkheid om de twee meisjes te bevrijden. Het is zelfs erger. Van 6 december 1995 tot 22 maart 1996 hebben Julie en Melissa alleen in die kelder gezeten. Ja. Dutroux was opgesloten in de gevangenis. En nog vond Martijn niet de moed om twee kinderen te verlossen van de dood. Die zijn de hongerdood gestorven. Is dit normaal? Ze had toen perfect kunnen ingrijpen. Ze had toen, het ogenblik dat hij werd afgevoerd, op dat ogenblik had zij kunnen ingrijpen. Ja. En had zij dingen kunnen tegenhouden die er nu gebeurd zijn. En Dutroux is misschien dan, nu ga ik een heel vies woord gebruiken, een krapul. Maar Martijn is dan nog iemand die opgeleid is. Is een onderwijzeres ook nog. En je gaat mij niet vertellen dat dat een slaaf is of een slavin is. Bent u er nog altijd zeker van? Welke garantie heeft u dat de Troe zelf voor altijd opgesloten zal blijven? Ik denk bij deze dat die garantie vervalt. Want Troe heeft levenslang gekregen, wat betekent ook 30 jaar. Met een ietsje meer zekerheid heeft daarbij wel nog 10 jaar extra onder toezicht van de regering, van de overheid. Maar wat betekent dat in deze? Dat vraag ik me op dit ogenblik af. Op een dag als vandaag bent u die garantie ook kwijtgeraakt. We gaan afronden, meneer Marchal. Maar toen we vanmorgen, wil ik nog even ophalen. Toen we u vanmorgen vroegen om naar ons programma te komen, zei u, ja, is goed, ik wil wel komen. Maar toen u vernam dat Hugo Kamps hier zou zijn, wilde u liever niet komen. Ja. Ja, het is zo dat destijds heb ik inderdaad de media ook aangewend. Want de media, dat is een forum en dat kan je gebruiken ook naar verbetering van justitie en zo verder toe, naar andere slachtoffers toe. En meneer Kamps heeft op een zeker ogenblik gemeend moeten zeggen daarover dat ik dans op het graf van mijn dochter, dus Anne, die ik verloren was. En dat heeft me heel, heel diep gekwetst. En ik wou eigenlijk niet meer geconfronteerd worden met de meneer die uitspraak heeft gedaan. Ja, nu zitten jullie wel samen aan tafel. U heeft daar destijds wel later uw excuses voor aangeboden? Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik heb dat in een column met zoveel woorden ook gezegd. En ik wil dat ook vanavond nog doen, voor zover die excuses ontvankelijk zouden zijn. Ik heb me destijds laten gaan omdat ik niet begreep dat iemand die zo getekend was door verdriet, dat die met een politieke partij bezig was en eigenlijk toch een mediafiguur was geworden. Ik weet nu, en dat had ik moeten weten toen ik dat schreef, dat iedereen recht heeft op de verwerking van zijn eigen verdriet en whatever, hoe dat ook gebeurt. Mijn excuses voor de tweede maal. Is dat... Mag ik dat heel graag aanvaarden met een hernieuwd respect? Dat is mooi om te horen. Toch een betekenisvol, die excuses hier in rij staat. Dank u wel, Hugo Kamps, dank u Michel Wuits en dank u Paul en Betty Marchal. Heel mooi dat jullie hier waren. U thuis, bedankt voor het kijken. En morgen, nieuwe aflevering van Rij Slaat. Lisa? Een nieuwe gast aan tafel, professor Jean-Paul van Bendegem en vader en zoon de Klerk, de minister en de rebel. Heel graag tot dan. Ik ben in het ouderlijk huis. Ik ben een jaar of 12, 13, klaar om te gaan slapen. Ik heb mijn pyjama aan. En er is een grote trap met boven een overloop. En ik ga de trap op. Maar bij elke stap die ik zet, verdwijnt er een trede van de trap. En om het verdwijnen van die trede voor te zijn, ren ik naar boven zodat ik niet val. En als ik boven ben, zie ik dat mijn vader ook de trap oprent. Alleen hij haalt het niet. En om hem te redden, ga ik op mijn knieën zitten en ik probeer zijn pols te grijpen. Maar ik grijp door zijn lichaam, alsof hij een geest is. En ik schrik wakker. Slaap wel.